Hey, het een heel fijne avond. Welkom bij dit derde webinar. Proximus en Networks die hebben opnieuw de krachten gebundeld om een uurtje vol interessante content over de digitale marketingstrategie te brengen. Mijn naam is Carlien en samen met Mark ga ik het komende uurtje dat live voor jullie doen. Dat betekent dat jullie ons alle vragen mogen stellen tijdens dit webinar. Maak daar gebruik van, gebruik die chat. We gaan op zeer geregelde tijdstippen bij jullie komen met de antwoorden. We werken dus, zoals Mark al zei, aan een roadmap van een digitale strategie. En we pakken dat aan in vier stappen, waar dat dit de derde van is. We zijn begonnen met naar onze consumenten kijken, want daar draait het allemaal om uiteindelijk. Daarvoor hebben we onze onderneming, starten we ons project op, of gaan we elke dag met onze zaken voor 100% voor die consument gaan werken. En wat is er eigen aan die consument? Die consument is verbonden. Dat hebben we gezien in het eerste webinar. Heb je het gemist? Geen zorgen. We gaan heel snel door de highlights van dat eerste webinar. Ook van het tweede. En je kan op de website van Proximus alle webinars nog in hun volledigheid nakijken. Die staan daar live voor jullie. Vandaag dus toegekomen aan de derde stap, waarbij dat we echt de brug gaan maken naar de verbonden onderneming en de eerste stappen gaan zetten in digitale strategie. En wat is er belangrijk om te weten, is dat we eigenlijk niet online gaan. Dat is geen bewuste actie. Als consumenten voelen we dat we leven online. We zijn continu met elkaar verbonden. Begint 's ochtends vroeg, nog voor we uit bed zijn, hebben we het nieuws misschien al gekeken, staat de alarm op onze wekker en dat blijft bij ons tot 's avonds laat. Om te ontspannen, video's te kijken, nuttige informatie op te zoeken, te gaan koken. We doen dat op allerlei schermen, maar het voornaamste scherm of hetgene dat de voornaamste innovatie teweeg heeft gebracht, dat is dat kleinste schermpje dat we altijd in onze zak of in de hand hebben. En dat is die mobiele telefoon natuurlijk. Daarmee is alles in een gigantische stroomversnelling gekomen. Dit webinar, wat gaan we daar in doen? We gaan jullie gaan vertellen dat je vandaag die klant in je hoofd moet houden. Ten aller tijde, daar begint het bij, hè? Die verbonden klant. We gaan zoeken waar bevindt die zich in het digitale veld en waar bevindt het specifieke segment van die klanten zich die jouw meest waardevolle klanten zijn. Op basis daarvan gaan we een solide marketingstrategie ontwikkelen. En we geven jullie vandaag al een framework mee waar dat je meteen mee aan de slag kan om morgen eigenlijk up and running te zijn of toch alvast een goed en gebalanceerd plan te hebben, een goed startpunt van jouw strategie om dat eigenlijk heel consistent en consequent te gaan aanpassen. En we gaan ook kijken hoe dat we dat allemaal op een efficiënte manier willen doen. We hebben natuurlijk allemaal zaken te runnen, dus hoe meer dat we kunnen efficiëntie inbouwen en automatiseren, hoe gemakkelijk het ook wordt en hoe relevante inhoud op de juiste moment naar die consument kan gaan. Laten we er meteen induiken met het definiëren van een doelgroep. En als je aan ondernemers vraagt, wie is nu eigenlijk je doelgroep, is het vaakst gehoorde antwoord, goh, iedereen. Zolang ze mijn product maar kopen, is het goed. Ja, dat is uiteraard, zit daar een grond van waarheid in, maar is dat ook echt zo? Stel je hebt bijvoorbeeld een webshop met kleding, hippe designkleding, dan wil je waarschijnlijk in contact komen met mensen die het meeste van hun producten online kopen, want je hebt een webshop, en die een passie hebben voor mode. Hetzelfde, stel je hebt een fitnessketen of een gym, hè. In alle grootsteden is er zo wel eentje. Die eigenaar die zal zich vooral willen richten op mensen die sportief zijn of die sportief willen worden, hè, die in de stad wonen waar het filiaal is. Dus eigenlijk mensen bereiken in steden waar dat die geen filiaal heeft, is iets minder interessant. Dus op die manier kan je toch eens gaan kijken van, kijk, in die grote groep van mensen kan ik toch wat profileren? Kan ik toch wat typische doelgroepen vinden die voor mij belangrijk zijn? En dat noemen we dan klantensegmenten. En voor de aandachtige kijker, die gaat deze slide zeker herkennen uit een vorig webinar. Want daar zijn we daar dieper op ingegaan dat het heel erg belangrijk is om jouw klanten te begrijpen. Waarom? Omdat dat jou als bedrijf succesvoller gaat maken. En om dat te doen, hebben we u toen al aangeraden van kijk eens naar al die klanten die je daar aan de linkerkant ziet op de slide. Dat is uw klantenbestand en hoe kan je die nu juist gaan segmenteren?
We hebben al gezegd ook dat je heel veel data van hen zelf hebt. Bijvoorbeeld in je CRM, je Customer Relationship Management. Daarin zal je gegevens kunnen vinden over wat voor soort offertes dat zij hebben aangevraagd, hoe lang dat zij al klant zijn enzovoort. Ook uit de boekhouding kan je heel wat te weten komen. Wie heeft eenmalig een hele grote aankoop gedaan, of wie is misschien een klant die op maandbasis een abonnement bij u afneemt of ook een servicecontract heeft. Dat soort zaken zouden wel in jouw eigen data kunnen zitten. Dat gecombineerd met de data van bezoekers enzovoort op jouw website en verkoopdata staan u toe om subgroepjes te maken, segmenten als het ware, van die grote groep klanten en die te gaan segmenteren op basis van klantenwaarde. Er zijn misschien wel klanten die eenmalig een heel grote aankoop gedaan hebben, of er zijn heel loyale klanten die elke maand een aankoop doen, waardoor dat uiteindelijk over hun ganse relatie met u, dat zij misschien nog waardevoller zijn. Hoe dan ook, zeker een goed startpunt, moest je het nog niet gedaan hebben, om eens naar dat klantenbestand te gaan kijken en te kijken, oké, wat voor type klanten zijn dat nu eigenlijk? Wat voor type klanten komen er nu vaak bij mij terug of doen hele grote investeringen of komen mijn winkel binnen en gaan buiten met in plaats van één product wel 5 producten? Kunnen we daar patronen in herkennen? Kunnen we daar een segment van maken? En als je daarin geslaagd bent, dan kan je echt gericht te werk gaan. Dat is cruciaal in het begrijpen van die waarde van je klanten en vergelijkbare klanten misschien te vinden die je ook weer, waar dat je je op kan richten, die je kan targeten, zeggen we dan in marketing. En we kunnen ook op die manier kijken van, kijk, wat is de waarde van die klanten eigenlijk en wat is dan de maximale investering die ik erin mag doen? Een investering, dan bedoelen we dat in termen van advertenties of campagnes of hoeveel, hè, dat geeft ons toch al zeker een ankerpunt van hoe gaan we daarmee in contact komen en die doelgroep ja, meetbaar te maken, te kwantificeren en goed te definiëren. En dat is meteen misschien een goed moment om eens eventjes naar je eigen situatie te kijken. Hoe ziet jouw marketing er vandaag uit? Dat is het topic van onze eerste poll. En zo meteen, als het al niet het geval is, gaat u op uw scherm deze poll zien verschijnen met 4 mogelijkheden. Zegt u van, oh, ik doe eigenlijk wel af en toe iets van marketing, ik organiseer wel eens een event, post wel iets op mijn social media, heb al eens een e-mail gestuurd, ik heb al eens wat flyertjes in de buurt gaan in de bussen steken, maar ik heb eigenlijk niet echt een gestructureerde aanpak. Leunt dat het dichtbij aan deze situatie, dan kiest u voor de eerste optie. Zegt u, oh, ik heb al een duidelijk plan, vastgelegd budget, doelgroep, gedefinieerd, KPIs, Key Performance Indicators en acties. En ik volg dat ook heel regelmatig op. Leunt dat het dichtst bij u aan? Dan kiest u voor de tweede optie. Zegt u van, kijk, ik werk eigenlijk samen met een professional, een externe, een marketing professional of een bureau. En die zijn daar specialist in. Zij bepalen de koers en alle vertrouwen. Dat kan zeker ook een interessante optie zijn. Dat is de derde keuze. En zegt u van, kijk, tabula rasa, ik heb nog helemaal niks qua marketing. Ik doe daar voorlopig nog niks mee, maar ik ben er wel heel in geïnteresseerd in. Daarom zit u hier ook vanavond. Dat is de vierde optie. We laten jullie enkele minuten en we bespreken straks nog de resultaten. Maar laten we eerst al eens verder gaan op die doelgroep. We proberen die doelgroep zo nauwgezet mogelijk te omschrijven in meer dan financiële termen natuurlijk. Het gaat niet alleen over dat zijn de klanten waar we veel opbrengsten uithalen of dat zijn de klanten die heel regelmatig bij ons aankopen. We gaan hen eigenlijk zo precies mogelijk trachten te omschrijven. En daarmee bedoelen we dan, wie zijn die klanten? Wat vinden ze leuk? Wat vinden ze belangrijk? En dat doen we door het zogenaamde get to buy statement. Engelse woorden gebaseerd op een model van Google die u het eigenlijk mogelijk maakt om te focussen op de doelgroep en wat dat zij zouden willen en die oplossing aan te bieden. Het woordje get, dat beschrijft eigenlijk de doelgroep waarop dat je je richt. Het kan een bestaand klantsegment van je merk zijn en je moet dat zo specifiek mogelijk proberen vastleggen om duidelijk af te bakenen. De to is wat je eigenlijk wil dat zij
als reactie gaan geven. Wat de reactie van jouw publiek is, hoe de perceptie van je publiek of gedrag, wat dat je eigenlijk wil aanpassen. En pas dan gaat het over jouw specifieke product of jouw specifieke service, hetgeen dat je wil communiceren. En dat gaat een heel pak duidelijk worden aan de hand van een klein voorbeeldje. Ik introduceer u heel erg graag Bike Central. Bike Central is een fietsenwinkel in het hartje van Brussel. En zij verkopen fietsen voor mensen met een actieve levensstijl. Klanten wonen in de stad of gebruiken de fiets ofwel dagelijks er naar hun werk te rijden. Of ze gaan in het weekend ook wel eens de fiets in de koffer of achter op de wagen hangen en wat verder rijden of in het Soniewoud de stad rondom, de natuur rondom de stad gaan ontdekken. Waar staan ze bekend voor? Persoonlijke service, erg belangrijk. Een hele grote keuze, een groot aanbod aan fietsen en hun fietsuitrusting die valt zowat binnen het gemiddeld budget. Dat is de case. Daar aan de hand van dit voorbeeld leggen we jullie de theorie graag uit. Maar aarzel zeker niet om zelf ook mee te denken en om de oefeningen te maken aan de hand van jouw specifieke zaken. We maken het dus nog iets concreter. De get-to-buy statement of het get-to-buy statement voor Bike Central zou zijn: kijk, we willen mensen met een actieve levensstijl die in de stad wonen en interesse hebben voor alternatief vervoer. 2, we willen dat zij kiezen voor de fiets als hun hoofdvervoermiddel. En hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we onze oplossing inbouwen door Bike Central te gaan overwegen als de servicepartner voor hun fiets en de uitrusting van hun fiets. Dus maak die oefening zeker eens opnieuw. Het is een perfect startpunt voor jouw digitale marketingstrategie. Het begint met die consument. Het begint bij weten wie dat zijn, wat zij nodig hebben en hoe dat jouw product of dienst daar eigenlijk een oplossing voor biedt en hun leven makkelijker en beter maakt. Vooraleer dat we verder gaan met dan te kijken hoe ziet die strategie er dan uit, zo'n marketingstrategie, Mark, kijk ik heel graag of er al resultaten van de poll zijn. Ja, die zijn er, Carlien, uiteraard. En het doet mij plezier te zien dat eigenlijk onze deelnemers hier al redelijk actief zijn met het plannen en uitvoeren, want bijna 70% organiseert al af en toe iets. Dus het antwoord A, hè, terwijl de minderheid, eigenlijk een kleine 20%, doet nog niets. Dus voor hen zal deze webinar zeker interessant zijn. Absoluut, voor allebei. Zeker als je al iets doet, is het ook heel interessant om te zien van kijk, hoe komt dat nu allemaal samen eigenlijk? We posten wel eens iets op social media. We steken wel eens flyertjes in de bus. We organiseren wel eens een open deurdag. Maar als je dan nu iets vanuit een marketingstrategie gaat bekijken, ga je straks merken dat al die initiatieven daar eigenlijk al een plekje in hebben. Dus dat zeker geen verloren moeite is, in tegendeel. Maar door het nog net iets meer structuur te geven, ga je zien dat je heel eenvoudig naar het volgende niveau kan geraken en verder kan professionaliseren daarin. Maar zijn er ook al vragen gekomen? Voorlopig niet, Carlien. Nee? Oké. Dan alsnog een uitnodiging. Gaat het iets te snel? Is er ergens dat je zegt van oh, dit zie ik toch nog niet echt gebeuren voor mijn product of dienst? Hier wil ik wat meer uitleg bij. Aarzel niet en stel jullie vragen zeker in de chat. Een solide marketingstrategie. We gaan meteen met de deur in huis vallen. Wat hebben we al gedaan? We zijn er al in geslaagd om onze doelgroep te bepalen en te beschrijven. Get-to-buy-principe. We weten wat onze doelgroep nodig heeft, wie dat is en hoe dat ons product of dienst eigenlijk in dat leven gaat passen. Wat gaat er nu belangrijk zijn? Om op het juiste moment met de juiste boodschap met die doelgroep in contact te spelen. En daarvoor is er een ander marketingbegrip belangrijk of cruciaal zelfs. En dat is de customer journey. Dus onze stedelijke millennials met de actieve levensstijl. We stellen jullie daarin graag Jean voor. Jean is zo'n type voorbeeld vanuit die doelgroep. We noemen dat ook een persona, een voorbeeld die eigenlijk garant staat voor dat segment. En onze Jean, die woont dus in de stad, gaat vaak naar Dardenne, klimt, kampeert, gaat vaak met vrienden weg, vindt dat ook heel leuk. En hij kijkt op YouTube naar een video van Red Bull. En Red Bull, die staan bekend om zo
waaghalzen in het beeld te brengen. Hè. Hoge snelheid, downhill van de bergen, prachtige landschappen en racen. Het ziet er allemaal ontzettend cool uit. En Jean voelt zich aangesproken en zegt van, goh, dat draait eigenlijk rond. Vriendschap, avontuur, in de buitenlucht zijn, fietsen, dat spreekt hem allemaal wel aan. En hij zegt van, oké, mountainbiken, dat is precies wel iets voor mij. Op dat moment gaat hij eigenlijk meer gaan zoeken over mountainbikes. Wat voor fietsen zijn dat eigenlijk, waar dat die mensen mee van de bergen rijden? Wordt dat gekarakteriseerd door goede vering in de voorvork bijvoorbeeld? Hij zoekt van alles op. Wat is nu de eigenschap van zo'n goede mountainbike? En in zijn zoektocht komt hij via Instagram terecht bij een aantal fietsfabrikanten die echt gespecialiseerd zijn in mountainbikes. En hij ziet daar allemaal mooie modellen, zowel op hun social media als ook op hun websites. En hij leest over de voor- en de nadelen van die fietsen, hij is laaiend enthousiast en ervan overtuigd dat zijn volgende nieuwe hobby nu gevonden is. En eigenlijk, hij besluit van, oh, ik ga dat doen, ik ga er eentje gaan kopen. En daar komt de fietsenwinkel in Hartje Brussel dicht bij zijn woonplaats op de weg naar zijn werk. Rijdt hij er voorbij, kent hij die, is al eens op de website geweest, koopt de mountainbike online of zegt van, kijk, ik ga hem toch nog eens gaan testen, kijken welk grootte van frame dat ik nodig heb. Er staat natuurlijk een superduidelijke size wijzer of grote wijzer op de website, maar hij gaat toch nog ook eens op bezoek in de winkel en uiteindelijk koopt hij die of bestelt hij die op de webshop en gaat hij die afhalen in de winkel. Achteraf zijn eerste weekendje met vrienden gaat hij meteen zelf al foto's gaan delen van zijn gloednieuwe fiets in de mooie Ardennen. En hij tagt ook de winkel, dus hij verwijst in zijn foto naar de winkel waar dat hij die gekocht heeft. Dat is een heel erg mooie customer journey. En als we dat van het model gaan bekijken, zie je al snel dat er eigenlijk een aantal fases in te ontdekken zijn. Huh? Een aantal fases die we in een model kunnen gieten, die het voor ons makkelijker gaat maken om te zorgen dat Jean op al zijn momenten in die customer journey in contact kan komen met ons product, met onze mountainbikes, met onze fietsen. In de eerste fase, de C-fase, heeft hij nog niet echt een intentie om een fiets te kopen. Hij ziet dat filmpje van YouTube, maar op dat moment is er nog niets dat hem getriggerd heeft van goh, mountainbiken, dat zou wel iets voor mij zijn. Maar doordat dat zo inspirerend is en warm en dat hij dat heel erg cool vindt, wordt zijn aandacht gericht op het mountainbiken. Het is door dat filmpje, doordat hij daarover verder begint na te denken, dat hij zegt van, goh, zo'n mountainbiken, dat is wel interessant. En dat hij zijn zoektocht start. Dus in de tweede fase gaat hij zich laten informeren, gaat hij er meer over leren. En zodra hij dan genoeg info had, komt eigenlijk binnen in de derde fase, de fase waarin het allemaal rond de actie draait, het effectieve kopen. Hij zit nu al in de mindset van, oké, ik ga zo'n fiets kopen. En dan is het van belang om Jean verder te overtuigen dat hij een bepaald type fiets en liefst bij jou moet kopen. En in die laatste fase, de care fase, daar ga je met hem connecteren. Hè? Want Jean die is natuurlijk enthousiast. Die post fotootje op Instagram. Misschien ook wel een review over jouw winkel op een Google My Business enzovoort. Dat helpt natuurlijk. Dat is ook word of mouth, maar dan online. Dat is een gedeelde ervaring die ook weer nieuwe klanten naar jouw winkel kan brengen. En waar dat jij met hem, met Jean, een goede connectie opbouwt. Waardoor dat hij bij tevredenheid naar jou gaat terugkomen voor zijn helm, voor zijn accessoires, voor zijn onderhoud enzovoort. Je hebt dan echt een relatie en zoals jullie de boutade waarschijnlijk wel kennen, een bestaande klant houden is veel minder duur dan een nieuwe klant aanwerven. Dus vergeet daar zeker ook niet voldoende aandacht aan te besteden. Dat brengt ons eigenlijk step by step tot een campagne prototype. Want nu gaan we de customer journey, de klantenreis, we zijn vertrokken vanuit die consument, gaan vertalen in een marketingplan. En we hebben daar, zoals beloofd, een prototype van, een blauwdruk voor uw marketing. Eigenlijk
één pagina, één overzichtelijk document waarmee dat je je doelgroep duidelijk afbakent en ondertussen je boodschap, targetingmethode en de KPIs, de meetpunten, Key Performance Indicators, gaat definiëren. Dat framework is ontwikkeld door Avinash Kaushik. En dat is een van de mensen die dat voor Google werkt en ook bedrijven helpt met hun digitale strategie. Ik ga het jullie niet langer onthouden. Dat is het campagneprototype. Visueel gezien, ik moet toegeven, er zijn best wel mooiere zaken. Maar één overzicht en meteen ja, een blauwdruk. Alles voor, alle elementen van je marketingstrategie staan op die ene slide. En ik ga jullie ook al meegeven dat we straks op het einde van de presentatie het campagneprototype in een deelbare link hebben, zodat je er ook zelf mee aan de slag kan gaan en de oefening eens kan maken voor jouw zaak. Dus er steekt best wel wat tijd in. Het is een beetje een oefening, maar ik zou die zeker maken. Het is echt 100% de moeite waard. Want hierin heb je eigenlijk ja, het volledige plaatje in elkaar. Hoe doe je dat? Je ziet eigenlijk de vier fases die we daarnet zeiden, hè, van Jean die iets wil zien, die geïnspireerd wil worden, aangesproken wil worden, Jean die iets aan het overwegen is, die de verschillende types fietsen aan het opzoeken is, voor- en nadelen, allerlei informatie erover, Jean die klaar is om te kopen en naar een winkelpunt gaat of online in de webshop dat misschien koopt en de Jean die dat al eens iets gekocht heeft en nog meerdere transacties kan komen doen bij jou, die echt een fan is, een ambassadeur van je merk, van je fietsenwinkel. Dat zijn die vier fases, die zie je hier terug. En dan ga je eigenlijk in elk van die vier fases gaan bepalen welke signalen zou je nu kunnen gebruiken om in contact te komen met je publiek. Zowel kanalen die je zelf bezit, als via andere platformen. Via waar, hoe kunnen we die mensen eigenlijk gaan bereiken, gaan vinden? Ook die boodschap gaat een beetje variëren. Hè? Weet nog dat Jean eerst meer geïnspireerd wil worden, dan de hele praktische info wil hebben, dan gemakkelijk tot zijn aankoop moet komen en dan in contact moet blijven. Dus die boodschappen zullen ook veranderen. De content, de type boodschap, hoe dat je het verpakt als het ware. Ga je een video maken, ga je van die TikToks maken, reels maken, een blog schrijven, een brochure online zetten. Al dat soort mediaformaten en content om je boodschap in te verpakken, die kunnen ook verschillen per fase. En niets is gebeurd zonder te meten. Alleen maar door te meten kunnen we evalueren. Zijn we goed bezig? Bereiken we wat we willen bereiken? Dus ook weer daar gaan we per fase een aantal meetpunten, metrics, definiëren om tussendoor te kunnen evalueren. Oké, zitten we op schema? Moeten we nog wat bijschakelen? Moeten we misschien iets veranderen aan de signalen, aan de doelgroep, aan de type boodschap, aan het filmpje dat we gebruiken? Al die zaken kan je alleen maar doen door te meten. En het is ook, dat is het zo leuke aan digitaal, je kan het op ieder moment eigenlijk verbeteren, bijstellen, aan de knopjes draaien, zodat het nog beter wordt. Heel erg abstract allemaal. Ik geef het toe en het gaat ook best snel in zo'n 1 uurtje. Maar geen probleem, want we gaan het opnieuw concreet maken. Dezelfde oefening, de Bike Centrals, waar we van gezegd hadden, de mensen met een actieve levensstijl die in de stad wonen en interesse hebben voor alternatieve manieren van zich te verplaatsen, kiezen voor de fiets of doen kiezen voor de fiets, dat is onze doelstelling om zich te verplaatsen in en rond de stad. En hoe gaan we dat doen? Door Bike Central te overwegen als hun servicepartner dichtbij volledig aanbod van fietsen en fietsuitrusting in Brussel. Dat als opfrisser, want dat hadden we natuurlijk al gezien. Maar als we dat nu gaan toepassen en gaan kijken per fase, hoe kunnen zij nu connecteren met hun doelpubliek? Dan gaat het in een eerste fase over hoe kan ik zorgen dat eigenlijk iedereen die in Brussel binnen die doelgroep valt, hè, die actieve millennials die interesse hebben in alternatieve
vervoersmiddelen, dat die mij zien. Dat die geïnspireerd worden door mijn boodschappen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat zij die enigszins een soort van triggertje hebben van commerciële motivatie, die dat er zo wat over beginnen nadenken van zo'n mountainbike, dat is wel iets voor mij. Huh? Er zijn er meer aan wie je boodschap gaat tonen, die dat gaan zien, dan die dat effectief gaan overwegen, hè? Die dat informatie gaan opzoeken. Nog een kleiner deeltje daarvan, hopelijk niet te veel kleiner, gaat een hoge commerciële motivatie hebben, dus wil heel erg graag, is er klaar voor om die aankoop te maken. En in de laatste fase, de mensen die dat al eigenaar zijn, die gaan bereiken. Dus dat waren onze vier zaken. Die signalen, als we het hebben over signalen, dat is waarmee dat we ons publiek kunnen gaan targeten. Bijvoorbeeld de websites die ze bezoeken, de inhoud van die websites, hun surfgedrag, de zoekwoorden die ze gebruiken, hun demografie. Dat kan ons allemaal een signaal geven van, oh, die persoon valt binnen mijn doelgroep, heeft een commerciële intentie, is heel erg dicht bij zijn aankoop. Dat kunnen we eigenlijk allemaal zien aan dat soort signalen. En zo kunnen we die mensen gaan vinden en onze boodschappen daar gaan brengen waar dat zij zich online bevinden. Bijvoorbeeld, de grootst mogelijke doelgroep, actieve millennials in Brussel, die kunnen we gaan vinden op de startpagina van het regionale nieuws. We weten dat die mensen die dat lezen, regionaal Brussels nieuws, dat die waarschijnlijk geografisch gezien in de goede buurt wonen. Mensen die dat daar op de pagina's over mobiliteit bezoeken, dat is misschien nog iets dichter bij onze doelgroep. Een website over elektrische pendelfietsen. Mensen die dat bezoeken, daar weten we al, die hebben interesse in die alternatieve vervoersoplossingen. Mensen die effectief zoeken fietsenwinkel Brussel of mountainbike Brussel in de zoekmachine of op Google Maps of in Waze of wat dan ook, daarvan weten we, oké, die zijn echt wel op zoek naar een specifiek product, naar een onderhoud of een fiets of naar een accessoire voor een fiets. En klanten die dat de afgelopen maanden zo'n fiets gekocht hebben, die kunnen we dan natuurlijk, daar kunnen we mee gaan connecteren, in contact gaan blijven en een band gaan opbouwen voor die laatste fase. Zoals je zal zien, zijn dat verschillende soorten signalen. Hè. Er is oftewel een contextueel signaal en dat is waar dat er een verband is tussen de content en de plek waar dat die content staat. Bijvoorbeeld een advertentie op een blogpagina over fietsers. Dat is contextueel, want dat past, de topic van die blog past bij de advertentie die dat daarmee gelinkt is. Er zijn ook publieksignalen, hè, zoals het zoekgedrag, iemand die een bepaalde zoekterm ingeeft, of mensen waar dat de advertentieplatformen van weten dat ze een affiniteit hebben met fietsen. En hoe weten die platformen dat dan? Bijvoorbeeld die heel vaak kijken naar video's over fietsen of een how to do your own maintenance voor je fiets of die dat al geregeld hebben opgezocht of een heel aantal social media pagina's volgen of in een groep zitten over mountainbiken enzovoort. Dat zijn typische signalen van kijk, dit is uw publiek. En een derde type zijn de demografische signalen en dat zijn meer de zaken op persoonlijk niveau. Hè. Zoals bijvoorbeeld de leeftijdsgroep, we zeiden daarnet millennials, dus je kan binnen een bepaalde leeftijdscategorie, ik zeg nu maar 25 tot 45, gaan targeten. Je kan ook meer op mannen of meer op vrouwen of op andere gender gaan targeten. Hebben die mensen kinderen? Ja dan nee. Voor sommige producten kan dat dan weer interessant zijn. Dat zijn eigenlijk type signalen waarop dat je kan gaan targeten. En ook die boodschap is superbelangrijk. Hè? Wanneer we het hebben over boodschappen, gaat het over wat gaan we nu aan die specifieke klant brengen qua inhoud op dat moment. Hè? Bij die inspirerende fase kan dat misschien een heel mooie video zijn van leuke beelden van de stad, waar dat je met een elektrische fiets door Brussel rijdt, herkenbare landschappen, een leuk parkje, een mooie laan met een breed fietspad.
mensen die echt met genot op die fiets zitten, dat kan inspirerend werken. Dat is ook nodig om je aandacht te trekken en dat te beginnen bedenken van hey, fietsen in de stad is misschien ook wel iets voor mij. In de informeerfase, mensen zijn nu op zoek naar voordelen, nadelen, vergelijkingen tussen verschillende modellen enzovoort, is het een goed idee om een boodschap zoals hey, sta je vaak in de file, verlies niet langer tijd in de file, maar neem de elektrische fiets van Bike Central. Perfecte boodschap voor zij die dat de afweging aan het maken zijn. Als je iemand wil bereiken in de overtuigende fase, waar dat die klaar is voor actie of toch bijna, dan zou de boodschap zijn een elektrische fiets kopen in Brussel. Kom eens naar onze website, naar Bike Central en kruip vandaag nog op je nieuwe fiets. Want wij hebben fietsen op stok, zeer uniek in deze tijden. Hè? Bezoek vandaag nog onze website, kruip op de fiets. Dat is zo'n typisch heel actiegedreven boodschap van doe dat nu. Een duidelijke call to action, zoals we dat dan noemen. En je kan mensen ook gaan vragen achteraf. Hè? Een mailtje sturen 1 week na je aankoop. Hey beste klant, vorige week kocht je een elektrische fiets bij ons. We zijn heel benieuwd wat je ervan vindt. Of hier zijn nog wat tips om het meeste te halen uit je fiets. Of zo gaat je batterij het langst mee. Mogen we je vragen om een review te laten op onze website? Of deel je ook eens een foto de volgende keer dat jij gaat fietsen. Je kan dan nog een kans maken op een leuk wielertruitje bijvoorbeeld. Deel het op social media en zet er Ride Free bij. Dat is zo'n voorbeeld van een boodschap die perfect aansluit bij mensen die in die care fase zitten. En ook de kanalen zijn dan natuurlijk anders. Hè. Het medium, het platform waar dat het over gaat, dat kan verschillen. We zeiden het al, die regionale krant of de radio. Je moet natuurlijk iets breder gaan mikken in die C-fase om alle mogelijke mensen in die doelgroep te gaan bereiken. Je kan op Facebook bijvoorbeeld posts zetten die specifiek op mensen die in Brussel wonen gericht zijn. Flyers gaan verdelen. Je kan in de regionale krant verschijnen, op de radio, misschien wel de lokale Brusselse radio, iets gaan zetten. Als het gaat over mensen die aan het overwegen, aan het zoeken, aan het vergelijken zijn, dan is Google Ads een optie. Display advertenties, dat zijn zo de banners die je bij op websites ziet komen, of de video ads die je voor en na een nieuwsvideo bijvoorbeeld ziet verschijnen. En dan kan je echt al gaan targeten op mensen die interesse hebben in e-bikes en in Brussel wonen. Maar ook je eigen website is natuurlijk de bron van informatie om voordelen, nadelen enzovoort mee te gaan geven. Direct mailing is een optie, heel wat mediamogelijkheden. Anders. In de do-fase, in de koopfase, zijn er ook weer Google-ads, zoals de shopping-ads. Je moet het maar eens zelf testen als je straks op Google ingeeft fiets kopen of iets specifieker, mountainbike kopen, gravelbike kopen. Dan ga je zien dat er heel actiegedreven ads zijn die je direct naar een productpagina leiden. De ook zogenaamde shopping-ads bovenaan. Ook weer je eigen website, dat is natuurlijk where the magic happens, hè. Zeker als je een webshop hebt of een e-commerce oplossing hebt. Maar ook als de website als bedoeling heeft om naar je winkel te leiden, de routebeschrijving of een afspraak te maken voor een testritje met de e-bike of in te schrijven voor een demo of een workshop met de e-bike. Al dat soort zaken kunnen op die website gebruiken. Het hoeft dus niet altijd pure e-commerce te zijn. En ook een mailing met promo's, hè, zo van die de brochures met bij een e-bike krijg je nu een fietshelm of we zorgen voor een leuke rugzak zodat je ook kan gaan werken met de fiets. Dat zijn mogelijkheden. In die laatste fase zijn natuurlijk de social media e-mailing heel belangrijk. Dat is daar dan weer de uitgelezen fase.
En meten, 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 meten. Ik kan het niet voldoende herhalen. Zorg dat je van elke fase ook metrics hebt, dat je weet wat je meetpunten zijn en wanneer je tevreden bent. In de C-fase kijk je voornamelijk waarschijnlijk naar hoeveelheid. Hè? Hoeveel verkeer is er naar mijn website of hoeveel likes krijgt mijn knappe sfeervideo van fietsen door Brussel. In de do-fase ga je misschien meer op de harde verkoopswaarde gaan evalueren. Zoals hoeveel aankopen zijn er geweest of hoeveel marge heb ik uiteindelijk op die producten. Of het aantal inschrijvingen voor een demo of een workshop. Of het aantal contactaanvragen, reserveer uw afspraak. En dan in de care-fase gaat het over... ja, wat zeggen de mensen over mij? Hoeveel van mijn ambassadeurs posten echt iets met mijn hashtag of taggen mij op social media of gaan content delen van mijn fietsenwinkel? Dan heb je eigenlijk het plaatje rond en komt het allemaal samen in dit framework. En zoals ik beloofd had, eigenlijk in één oogopslag. Het is best wel wat leesvoer, maar de hele oefening is gemaakt en jij hebt heel de customer journey met uw marketingplan aangepakt. Dit is nu natuurlijk nog niet super concreet. We weten nu wel wat we wanneer gaan vertellen, op welk kanaal, hoe we dat gaan meten, hoe we die consument willen bereiken. Het is als het ware een campagne-prototype. En we delen dit straks, zodat jij dat kan invullen voor jouw zaak. Waarom is dat superbelangrijk? Ten eerste geeft het u een goed zicht van waar ben ik al mee bezig? Waar zitten misschien nog blinde vlekken? Waar doen we misschien nog niks? En door die meetpunten in te vullen weet je ook welke marketingactie, waarom doe ik dat eigenlijk? Hè? Als ik een advertentie ga plaatsen in een lokaal krantje, wat wil ik daar eigenlijk mee bereiken? En moet dat een advertentie zijn met een promo in? Of moet dat eerder een inspirerend beeld van een e-bike in het centrum van Brussel zijn? Wil ik dat in de C-fase of eerder in de do-fase inzetten? Dat soort zaken ga je veel nauwgezetter en doordachter kunnen doen. Je gaat weten van welke marketingactie doe ik met welk doel. Waar is het ook een heel goeie voor? Om eigenlijk te globaal eens te kijken, van op afstand, naar wat doe ik nu eigenlijk op marketingvlak? Heel veel van jullie zeiden daarnet in de poll, ik doe al wel van alles, maar het is nog niet echt gestructureerd. Met deze oefening breng je meteen een structuur in je marketingacties. En kan je ook kijken van, zeg, eigenlijk alles wat ik qua marketing doe, is gefocust op die C-fase. Of ik ben eigenlijk niet echt bezig met het informeren van mijn mensen. Voordelen, nadelen, productspecificaties. Eigenlijk staat dat niet goed op mijn website. Ik heb alleen wat mooie foto's, maar daar moet ik misschien eens aan werken. Of care. Carlien zei daarnet dat een bestaande klant ook nog heel waardevol is in servicecontracts, accessoires enzovoort. Maar eigenlijk doen wij helemaal niks. Zodra dat die klant buiten wandelt, heeft hij zijn aankoop gedaan en zien we die nooit meer terug. Misschien moeten we daar eens op focussen. Dus het helpt u eigenlijk om uw beperkte tijd en middelen te gaan verdelen over die vier fases. Dus om te zorgen dat je minstens in de hele customer journey toch ergens één connectiepuntje hebt met mensen die in die fase zich bevinden. En als derde is het een uitnodiging om bij elke actie die je doet, bij alle marketing die je doet, heel goed die doelgroep voor ogen te houden. Voor wie ben ik dat eigenlijk aan het doen? Wie moet hier warm van worden? Wie moet ik hierover informeren? En op die manier zo goed mogelijk die klanten te gaan bedienen. En vooraleer dat we verder gaan naar de volgende poll, want ik heb heel erg veel gepraat, kijk ik eventjes naar Mark om te kijken of er al vragen zijn binnengekomen in de chats. Inderdaad, Carlin. We hebben een vraag van Ivan. Ivan is kapper. En zijn vraag bestaat denk ik in twee delen. Wie kan ons hitsen om de beste keuzes te maken? Ik stel voor dat ik daar verder op antwoord, een beetje later in de presentatie, wat Proximus kan betekenen daarvoor. En wat raden jullie aan voor een kapper? Een hele goede vraag, want inderdaad, wat raad je aan voor een kapper en fiets? Dat is iets fysiek, je verkoopt dat en klaar ermee, dat is duidelijk. Maar wat nu als jouw dienstverlening bestaat uit
een service, hè? Haarknippen of verzorgen of je bent een boekhouder of een advocaat, dan wordt het misschien wat minder duidelijk. Kijk, ook dan kan je heel erg veel gaan doen. Stel nu in de C-fase, in de inspiratiefase, oh, ik kan tal van dingen opnoemen voor kappers, nieuwste kapsels op de... Van de collecties, de modeshows, de trends in haar, haarverzorging. Dat soort zaken kunnen inspireren. Hè? Als je ziet van, amai, is echt leuk. Dit soort kapsel is nu heel erg hip. Een leuke fotoset van de opleiding bijvoorbeeld waar de kapper naartoe gaat. Of van de beurs waar dat die de nieuwe trends ontdekt. In de informatiefase, misschien wat is het belang eigenlijk van relatief vaak naar de kapper te gaan? Wat is het belang van de juiste haarverzorgingsproducten te kopen? In de do-fase, maak het makkelijk om afspraken te reserveren. Hoeveel tijd verliezen veel kappers wel niet aan de telefoon tussen hun klanten door? Misschien kan je wel zo'n handige kalender op je website zetten om een afspraak in te boeken. Ik zeg maar iets. Webshop-functionaliteiten. Misschien zijn er wel mensen die steeds met de shampoo werken die dat jij in jouw salon verkoopt. En moeten zij zich nu telkens verplaatsen. Maar we hebben zij wel zoiets van, oh, eigenlijk elke 2 maanden een nieuwe shampoo. Dat wil ik gerust wel via een webshop verkopen. En in de care-fase, ja, wat is er leuker dan een foto van jezelf met een nieuwe coupe haar te delen op social media, te promoten bij je vrienden, hoe betrouwbaar dat deze kapper toch wel niet is. Ik krijg er alvast heel veel inspiratie van, Mark. Dankjewel. Ik zou zeggen, ik ook, maar jammer genoeg, Ivan, zat ik deze moeten laten passeren. Ik stel voor, Carlien, dat we naar de poll gaan. Er waren verder geen vragen. Oké, super. En inderdaad, op de vraag over hoe kan ik hier nu bij geholpen worden, komt Mark verder in dit webinar nog ja, terug. Kijk, marketing tools en platformen, we geven het al weg, is meteen het derde topic van vanavond, ons derde hoofdstuk. En we kijken alvast eerst even naar jullie situatie. Welke marketing tools en platformen gebruik jij vandaag al? Zeg je van, social media, dat is helemaal mijn ding. Of het nu LinkedIn is, of Instagram, of Facebook, of Twitter, het kan allemaal. Zeg je van e-mail marketing, daar ben ik echt al mee bezig. Ik stuur op heel geregelde tijdstippen newsletters, een verjaardagsmailtje voor mijn klanten. Ook de opties daar zijn eindeloos. Website kan ook jouw focuspunt zijn, de marketing tool bij uitstek. Of SEA, Search Engine Advertising. Zorg dat je gevonden wordt wanneer mensen zoeken. Misschien ligt daar jouw focus wel op. Wat ook kan, is dat je zegt, allemaal, die zitten allemaal al in mijn marketingstrategie. Helemaal perfect, dan duid je alles hier bovenaan en geen van bovenstaande. Kan natuurlijk ook, en dan hopen we dat dit jou kan inspireren om aan de slag te gaan. We laten jullie enkele minuten. We gaan intussen even kijken hè, naar die tools en die relevante inhoud. Hoe gaan we dat nu heel specifiek gaan aanpakken? We hebben zo'n marketingplan gemaakt. We weten wie onze doelgroep is. Hoe kunnen we dat nu concreet invullen? Als je in contact wil komen met klanten en prospecten, draait alles rond communicatie. Sommige bedrijven hebben het voordeel dat ze daar echt een agency, een agentschap of een apart team voor hebben. Maar de meeste KMO's hebben niet die middelen of doen dat niet en moeten marketing er ook nog bij doen, bovenop alle andere activiteiten. Managen van hun team, klantenrelaties, offertes. En dat maakt wel eens dat marketing heel goed bedoeld wel is, maar dat dat niet echt een richting uitgaat. We helpen jullie dan ook graag met een aantal heel concrete tips en tricks om aan de slag te gaan. De eerste grote tip is eigenlijk niet zo'n moeilijke, maar net als in de echte wereld moeten mensen nu makkelijk kunnen vinden. Als jij een winkelstraat en pand hebt, dan zorg je dat jouw etalage duidelijk is, dat er een groot logo of de naam van jouw zaak is, dat ze jou zien en dat je vindbaar bent, dat je aanwezig bent. Ook online is dat zo. Je moet eigenlijk gaan kijken, potentiële klanten, kunnen die mij eigenlijk wel zien en vinden? En ook daar gaan we zo meteen nog iets concreter op in. Maar het is ook belangrijk dat we tools inzetten die bestaan om dat allemaal zo efficiënt mogelijk te doen. We kunnen op die manier
personalisatie gaan doen en ook gaan combineren met schaalgrootte, met dat meteen goed aan te pakken. En als we dus zichtbaar willen zijn, kunnen we bepaalde tools gaan combineren. En heel vaak gebruikte tools zijn daarin, we hebben ze allemaal wel eens aangehaald, zoekmachine marketing, dus advertising, zoekmachine optimalisatie, SEO. Dat heet eigenlijk dat ze eigenlijk jouw site zo bouwen en voorzien van de juiste relevante content, de juiste artikels, de juiste informatie die dat mensen zoeken, om op die manier zo hoog mogelijk in die organische zoekresultaten terecht gaan komen. Je kan ook nog andere advertenties online gaan doen, weergave advertenties. Ook op social media, dat zal jullie niet onbekend zijn, die hun voornaamste inkomstenmodel zijn ook advertenties. Dus heel veel gesponsorde posts zijn daar zichtbaar. Ook in de stories bijvoorbeeld op Instagram en op Facebook. Maar ook op andere platformen kan je daarin heel nauwgezet adverteren. Wat is daar een voordeel van? Die social media platformen die weten veel van hun doelgroep natuurlijk. Die weten in het algemeen wat voor een type persoon is dat, wat vindt die leuk, wat voor pagina's volgt die, wat voor zaken liked die enzovoort. En op die manier kunnen ze jouw boodschap ook brengen tot bij de doelgroep die dat jij zoekt. En ook content marketing, het gaan zelf voorzien van nuttige, deelbare, fijne informatie door video's te maken, podcasts op te nemen, artikels te schrijven, te bloggen. Al dat soort zaken helpt ook voor jouw online marketing. Een eerste techniek die personalisatie combineert met schaalgrootte, dus op een heel persoonlijk moment, op het moment namelijk dat iemand iets specifiek zoekt, iets gaan tonen, een relevante boodschap. Bijvoorbeeld, ik zoek e-bike winkel Brussel. Op dat moment aan mij die advertentie tonen. Maar evengoed op een ander moment als Mark dat zoekt, die boodschap aan Mark tonen. Zonder dat je dat 2 of 3 keer moet gaan doen per persoon. Dat is natuurlijk, je wil dat 1 keer kunnen inzetten om op grote schaal gevonden te kunnen worden. Wanneer mensen dat gaan zoeken. En dat is dus door middel van search engine advertising goed te bereiken. De bekendste, populairste optie daar is Google Ads. Maar net naast Google Ads bestaan er ook nog andere advertentiemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld op de zoekmachine van Bing. SEA en SEO, er is heel wat over te vinden online. Als het u interesseert, zeker opzoeken, want je kan er massa's over leren, maar weet ook dat als je zegt van goh, ik zie dat niet allemaal zelf zitten, dat het team van Biz Online Marketing van Proximus, dat ook een gecertificeerde Google partner, dat zij die ook op heel professionele manier zo kunnen inzetten voor u. Maar ik kom daar straks nog op terug. Social media advertising beter, dat is ook heel erg efficiënt om dat op social media te gaan doen. En dat houdt in dat je advertenties plaatst, hè, op Facebook, Twitter, LinkedIn, andere social media sites, om daar uw product of uw merk of uw dienst te gaan promoten. Die ads worden getoond en je betaalt voor oftewel de weergave van die advertentie of het moment dat er iemand op klikt op jouw advertentie naar jouw website. Dan eigenlijk het model van hoe dat je dat precies betaalt hangt af van verschillende factoren. Maar heel erg belangrijk met die social media is dat je echt de connectie maakt met je doelgroep. Het is dé manier om in contact te blijven met je huidige klantenbestand, betrokkenheid te creëren en te zorgen dat je altijd de laatste updates kan gaan delen. Je kan ook goed monitoren. Je houdt zowel vinger aan de pols, hè, van wat denken mensen nu over mijn merk, wat vinden ze daarvan, dat momenteel de wachttijden bij fietsen zo hoog zijn. Hebben ze daar begrip voor of moet ik daar misschien toch eens ons standpunt over delen? Dat zijn mogelijke onderwerpen voor je social media. 5 tips, vuistregels wou ik zeggen. Wees voorbereid. Hè. Denk op voorhand, waar ga ik die social media voor gaan gebruiken? Wil ik producten delen, nieuwigheden, updates over de winkel, nieuwe teammembers,
een leuke workshop op zondagvoormiddag. Het kan allemaal. Kies ook verstandig, hè. Het is eigenlijk niet zo erg als zo een Facebookpagina waar dat de laatste update in 2016 is gebeurd. Dat is een beetje triest. Mensen gaan er dan naartoe en dan hebben ze zoiets van oei, dat zal precies niet goed gaan met die zaak. Of misschien is die gesloten of failliet of wat dan ook. En daarom dat ik eigenlijk altijd aan mensen aanraad, kies verstandig. Aanwezig zijn op veel platformen is leuk, maar kijk op voorhand, ben ik eigenlijk zeker dat ik op al die platformen wil aanwezig zijn en ga ik dat ook kunnen gedaan krijgen om daar op regelmatige basis iets op te posten en in connectie te blijven met mijn doelgroep. Dus je zou kunnen zeggen, oh, TikTok, ik hoor dat hier overal, dat is het van het, fantastisch, dat moeten we hebben. Dan moet je de vraag stellen, zit mijn doelgroep eigenlijk wel op TikTok? En past dat wel bij mijn fietsenwinkel om dansfilmpjes te gaan maken op dat platform? Of zal ik toch eerder focussen op de kanalen waar ik nu al op aanwezig ben? Kan allemaal. Plan van tevoren. Heel veel kan je inplannen. Hè? Heel veel posts kan je al klaarzetten, zodat je niet maandagmiddag om 12 uur tijdens je lunchpauze snel, snel iets moet zitten posten. Je kan dat gestructureerd en op voorhand doen. Wat dan minder goed te plannen is, is het tweerichtingsverkeer. De interactie. Je moet er natuurlijk ook wel zijn als jouw ambassadeurs iets goed zeggen over je merk. Of als ze toch ook ontevreden zijn. Ook dan moet je kunnen antwoorden. Maar blijf, hoe dan ook, authentiek. Als persoon, maar ook als bedrijf, heb je natuurlijk ja, een bepaalde uitstraling, een bepaald merk opgebouwd. Dus ja, wees wie dat je bent, ook op social media. Meedoen met de nieuwste hype is leuk, maar is het wel zinvol? Past het wel bij je bedrijf? En gaat het wel aanspreken voor het type klanten dat jij hebt? Dat zijn alvast goede vragen om mee te beginnen. Zo, dan hebben jullie de voornaamste tools en platformen om geïntegreerd dat campagneprototype te gaan invullen. Hè. De website is zeker een goed startpunt. En dan die ads en de social media kanalen. Daarmee kan je al heel wat kanten op. En als we die nu heel concreet moeten maken, stel dat je zegt van oké, ik ga hiermee aan de slag. Vanaf november ga ik op regelmatige basis marketingboodschappen met mijn doelgroepen gaan delen. Hoe bedenk je die dan? Hè? Of wat soort plannen kan je daar dan van maken? Eigenlijk is een goed model de hero en hygiene content. De helden content en de hygiëne content. De basis, always on content. En hero content, wat is dat? Zo dat ene evenement, de open deurdag of de voorstelling van de nieuwe collectie of de fashion show waar dat je als kapper het haar van de modellen hebt ingedaan in jouw stad of gemeente. En waar dat je je volledig achter zet en impact wil maken en een groot publiek hoopt te bereiken. Dat is zo van dat typische hero content. Wat heb je veel vaker? Terugkerende acties. Content die dient voor mensen die naar iets op zoek zijn. Die informatie, wat zijn nu de voordelen van een e-bike, wat zijn de nadelen, hoe verzorg je die het best, dat soort zaken. Dat is eigenlijk wekelijks of dagelijks informatie delen. Dat kan je veel vaker doen natuurlijk dan zo'n gigantisch evenement of een open deurdag. Ook weer daar, we gaan het allemaal nog eens invullen voor onze vrienden van Bike Central. En dat zou er zo uit kunnen zien. Dus Bike Central zorgt in de zienfase voor een interview in de lokale pers. Doet ook altijd een event op de start van het fietsseizoen. En dat is meteen iets heel belangrijk voor zowel mensen te inspireren als te informeren. Ze verkopen er ook fietsen op dat evenement natuurlijk. En ze nodigen er ook hun bestaande klanten uit voor een glaasje en om de nieuwe collecties te ontdekken. Dus dat is eigenlijk voor iedereen een hele belangrijke. In die week 8 van dit schema draait het eigenlijk allemaal rond dat evenement. De uitnodigingen maken, Google Ads, een evenement aanmaken op Facebook, de post die erbij hoort, dat kan allemaal. De Google Ads voor als mensen zoeken naar e-bike of naar mountainbike, die lopen altijd. Hè? Die lopen altijd, maar je ziet die alleen als jij die nodig hebt. Want dat is op het moment gepersonaliseerd dat jij iets aan het zoeken bent.
Dus ook daar zitten we wel goed. In die thinkfase posten we om de 2 weken wat informatie, een kort fotosetje, een kort filmpje misschien zelfs van de nieuwe fietsen, van de nieuwe modellen. We hebben wel eens een interview in de lokale pers gekregen, super fijn, bij de opening of bij de renovatie van ons winkelpand. Dat is natuurlijk heel goed voor gezien te worden. Een e-mailtje sturen over fietsonderhoud een weekje nadat iemand iets gekocht heeft of net na de winter of als het hard geregend heeft. Dat is dan weer heel mooi om jouw klanten aan jou te binden. En zo breng je het allemaal samen en heb je van waar we een uurtje geleden nog maar net aan het bepalen waren wie onze doelgroep waren, via een heel goed geïntegreerd model alles samengebracht en vertaald in een heel tastbaar schema waarmee je aan de slag kan. Heel belangrijk daarbij wel, schat in wat je werklast is. Hè. Hou dat haalbaar. Zo'n evenement voorbereiden bijvoorbeeld, dat vraagt waarschijnlijk heel veel tijd. Dus plan dan ook de Facebook-posts al op voorhand in, dat je dat er niet nog tussen moet pakken. Kijk ook, wat kan ik zelf doen? Waar ga ik misschien hulp voor inschakelen van een expert? Hè? Die Google het. Het kan wel, je kan het allemaal zelf doen, maar misschien zeg je, het is toch net iets te technisch of ik wil daar toch wat hulp bij krijgen. Maar zowel de publicatietools van Facebook als e-mail, als Google en advertentietools laten nu heel erg veel automatisatie toe. Herinner, het is niet omdat ik vandaag een e-bike zoek en Mark pas binnen 2 maanden, dat je die ad 2 keer moet bouwen. Die is er en die wordt automatisch door die tool getoond op het moment dat iemand daar behoefte aan heeft. Mark, vooraleer dat we gaan kijken, want ik vermoed dat mensen wel zoiets hebben, amai, hier komt heel veel bij kijken, ik kan best wel wat hulp gebruiken, maar ik wou eens kijken, nu tijdens deze live presentatie, webinar, zijn er misschien dingen waar we nu al mee kunnen helpen? Vragen. Absoluut. Super interessant, Carlin, tot hiertoe. Ik ga tussendoor even de resultaten van de poll nog meegeven. Het goede nieuws daar is dat eigenlijk niemand niets onderneemt. Dat is al het goede. En de meerderheid eindelijk onderneemt wel acties op hun website. Een soort call to actions. Dat wat de poll betreft, hoe kunnen wij u helpen? Wel, Proximus, we hebben al uitvoerig gesproken over onze BIS Online in vorige webinars. Wat ik u zeker kan aanraden is om de eerdere opgenomen webinars te herbekijken. U kan die herbekijken ten gepaste tijden. Die staan online. De link staat hier in de presentatie. U kan ook contact nemen met een van mijn teamleden, de BIS-experts. Daar kom ik straks nog op terug. Om meer uitleg of meer ondersteuning te krijgen in uw marketingplan, in uw online verhaal, laat ik maar zeggen. Dus ik zei al, BIS Online is een totaalproduct. Het is niet alleen het bouwen van een website volledig naar uw normen, maar die handse marketingmachine waar Carlin het uiteindelijk uitvoerig heeft over gehad, die zit er eigenlijk ook achter. Als we het nu hebben over zoekmachine marketing of over zoekmachine optimalisatie, Google Analytics, wel, alles zit in die oplossing van de BIS Online. Dus echt, u wordt ondersteund door specialisten, door Proximus uiteraard, adviseerd en ook opgevolgd. Hè. En een mooi voorbeeld daarvan is misschien onze klant AS Chauffage. Die had een beetje problemen met naambekendheid en wou eigenlijk wel nieuwe klanten aanwerven. Niet zo evident als chauffagist. Wel, ze hebben een campagne in samenwerking met Proximus. Ze hebben een campagne opgezet. Die liep over 2 maanden. En eindelijk met de SEO trefwoorden toe te voegen. Ze staan erbij, pechverhelping en onderhoud. En de reactie was enorm. De eerste maand na de campagne was een toename van de websiteverkeer 6 keer zo hoog als normaal. Uiteraard met als gevolg meer business op termijn. Dus het heeft wel degelijk impact. En een goede business online marketingondersteuning is dan ook wel echt superbelangrijk. En die zit allemaal in onze oplossing Biz Online. Ja, dat is echt wel een heel mooi voorbeeld, denk ik ook, want de samenwerking tussen AS Chauffage en het team van de business expert en de business online marketing oplossing hebben gemaakt eigenlijk dat er heel nauw gedetecteerd werd van kijk, wat is nu de beste periode op het jaar om eens met zo'n campagne aan de slag te gaan? En dan bleek oktober, november, het wordt kouder, mensen hebben lang hun ketel niet gebruikt,
Dat is wel iets wat vuil of verstopt. Dus dat was de moment om pechverhelping te gaan promoten of te gaan zoeken. Dat als mensen zeggen, oh, mijn verwarmingsketel is kapot, is in pannen. Ook onderhoud, hè, net voordat het heel erg koud wordt. Dus een heel mooie voorbeeld van hoe een campagne hyperrelevant kan zijn voor mensen op het moment dat ze het nodig hebben. Daar draait het toch vooral om, hè, Mark. Inderdaad. Dat brengt mij tot de conclusie van dit webinar. We hebben het over drie onderwerpen gehad. We zijn eerst gaan kijken van wie is onze doelgroep. Want het kennen van die doelgroep en die begrijpen is essentieel voor alle volgende stappen. We moeten weten, wat heeft die nodig? Dat get-to-buy-framework, probeer dat zeker eens uit op jouw klanten. Op die manier kan je kijken op welke doelgroep richt ik mij, welke actie wil ik dat ze nemen en hoe kan mijn oplossing daar relevant voor zijn, hè? Of hoe kunnen zij die overwegen. Het campagne prototype, ik heb het beloofd, de link komt eraan, die hebben we besproken, hebben we ook geïmplementeerd, is eigenlijk de marketing blauwdruk die u helpt om uw doelgroep te bepalen, terwijl dat je zowel de boodschap als de signalen, de targetingmethodes en de meetpunten voor elke fase gaat definiëren. Dat helpt u om het overzicht te bewaren, prioriteiten te stellen. Herinner, hè, best in elke fase toch tenminste iets te doen. En ook te evalueren, wat doen we nu eigenlijk al allemaal? Zit dat allemaal in de eerste fase of toch net van achter? En misschien een beetje meer volledig en gestructureerd daarover na te denken. En we zijn een aantal relevante tools en content gaan aanstippen. We hebben het gehad over SEO, we hebben het gehad over social media, waar dat je natuurlijk in nauw contact kan blijven met jouw doelgroep. We hebben ook een contentplan gaan maken met een aantal hero topics, het evenement, de open deurdag, en een aantal hygiene topics, onderhoud van je fiets, een terugkerend postje over de update van collectie. En op die manier kan je ook weer daar goed vooruit gaan plannen, maar ook inschatten hoeveel werk komt er op ons af, waar moeten we prioriteiten stellen of misschien wel hulp vragen. Het volgende webinar, dat gaat dan gaan over internationalisering. We trekken de wijde wereld in en we gaan kijken over hoe kunnen we in bepaalde markten hoe kunnen we ons via e-commerce makkelijk op bepaalde markten gaan begeven. Welke markten zijn misschien wat moeilijker? De gratis tool Google Market Finder, die gaat ons daar onder meer de weg in wijzen. Maar ook online betalen, bijvoorbeeld als je met verschillende valuta werkt. Je moet facturen gaan maken voor het buitenland enzovoort. Dat zit vaak ook in die online betaaloplossingen. En ook social selling kan ons helpen om die doelgroepen te bereiken daar waar ze ons fysiek met onze winkel misschien nooit gaan vinden, buiten de landsgrenzen. 16-11, dat is de datum waarop ik jullie heel erg graag terugzie voor dat vierde en laatste webinar uit deze roadmap. En met de QR-code even te scannen die je nu in beeld ziet, kan je je ook meteen inschrijven daarvoor. En zoals je hier in het overzichtje ziet, brengt ons die 16e november tot het sluitstuk. Hè? Een mooie roadmap, heel erg volledig, denk ik, waarin dat alle die stappen aan bod kwamen en waarin dat we zelfs volgende keer nog weer een stapje verder gaan. Rest er mij van mij uit jullie heel erg te bedanken. En ik wil jullie zeker vragen zo meteen nog de follow-up survey in te vullen. Die gaat op je scherm verschijnen. En hier is die dan, de lang verwachte QR-code van het campagneprototype. Dus hiermee kan je zelf aan de slag, hè, met dat campagneprototype als strategisch hulpmiddel in te vullen. Ook via de snelle link bit.ly/framework-networks kom je daar terecht. En dan Mark, heb ik daarmee alles gezien wat ik vanavond wou aanhalen. Heel graag het woord aan jou.
Dankjewel, Carlin, voor deze super interessante webinar. Ik ga afsluiten met nog even u mee te delen dat u ten alle tijde dienst kunt doen op mijn team, regionaal business experts. Ze werken regionaal. U kan ze heel gemakkelijk terugvinden online op onze landingspagina van Proximus Business. Contacteer uw regionaal business expert. Het zij online, het zij bij u in de zaak, het zij via videochat. Ze helpen graag met u mee om uw zaak digitaal online te zetten of mee te denken in uw digitale marketingstrategie. En, of voor andere telecomzaken, uiteraard. Neem gerust contact met hen en alvast bedankt daarvoor. Rest mij nog u allemaal te bedanken voor uw tijd en graag tot 16 november. Dank u wel, tot ziens.